Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julian, ik sta hier op station Hengelo Oost. Vandaag neem ik jullie mee op een treintoertje door Nederland. Het is vandaag vrijdag 2 april, dus het is goede vrijdag, een feestdag. Dat is mijn weekendabonnement geldig. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Het zou vandaag kunnen dat ik misschien wat verkouden klink en een beetje snotterig overkomt. Dat het is natuurlijk ook lente. En dat ik heb een intense pollenallergie. En ik heb echt de zwaarste middelen en die werken daar niet echt tegen. Dus als ik een beetje snotterig overkom, dan weet je dat daarvan. Ik heb geen corona. We zijn dus op station Hengelo Oost. En als eerste nemen we zo meteen de stoptrein naar Hengelo. Wij zijn aangekomen in Hengelo. Hengelo, oh, oh. Ik beschik over een kaffierde houdende warme drank die ik na aanstonds door mijn strot heen zal gieten. Ho, wellicht rijdt die Victor op van de NS. Ho. Ja, die rijdt in de 2 weken op bij NS, die rijdt vaak of niet of een uur te laat. Over de Berlijnen gesproken, ik neem zo meteen de Intercity naar Amsterdam Centraal met een betrouwbare 1700 lok. Vlog maken met koffie, niet zo heel handig. Zo, stoel in de lichtstand. Met deze comfortabele Intercity gaan we naar Amsterdam Centraal. Nee, kom ik hem weer tegen. Ja! Na een comfortabele reis van 2 uur komen wij nu aan op station Amsterdam Centraal. Mooie kiosk, bakkie pleur. En nu gaan we naar spoor 7A. Want hier vertrekt dan de Intercity naar Enkhuizen en die gaan we nemen tot aan Hoorn. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Firm vierde generatie. Glijbaan, stoeltjes. Op naar Hoorn. Aangekomen in Hoorn. Aansluiting hier is 29 minuten. Broodje haring met ui. Broodje haring met ui was intens lekker. Veel van jullie kijkers hebben gevraagd aan mij of ik een keer naar station Opdam wil gaan. Dus we nemen zo meteen de sprinter naar Opdam. Op naar Opdam. We komen aan te Opdam. Aangekomen in Opdam. De kijkers hadden tegen mij gezegd dat dit een heel erg deprimerend station was, maar ik vind het juist een heel erg mooi stationsgebouw. Kijk dan, het is toch super schattig. Ho, dit is ook heel erg bijzonder, dat zijn er ook niet zo heel veel van. Dan kijk een onbeveiligde overweg, moet je zelf kijken of er een trein aankomt. De dienstregeling zakt van ellende in elkaar. Hier kun je je kleinschalige openbaar vervoer parkeren. Hoezo is dit nou weer depressief dan? Het is een supermooi karakteristiek Noord-Hollands dorpje. Ook wel geinig dat hier die bushalte gewoon op een parkeerplaats is. Dankjewel Opdam, was gezellig en weer door. Aangekomen op het station van Alkmaar Noord. Ze zeiden het station aan het verbouwen. De laatste keer was ik hier een keer per ongeluk uitgestapt. Toen was het één grote bouwput. Kijk, het begint nu een soort David de Koolmees gaten te worden. Supermooi.
Waar ik de vorige keer ook niet naartoe ben gekomen, hier is eventjes de omgeving verkennen. Dus we gaan even een stukje lopen door deze wijk. Er zijn hier blijkbaar mensen die hier willen wonen. Nou, die wijk is verder niet zo denderend. Wellicht heb ik dit nodig omdat mijn hele neus kapot is. Dit was dan Alkmaar Noord en weer door. En met de sprinter zijn we vanaf Alkmaar Noord naar Haarlem gegaan. Dit station van Haarlem vind ik wel echt een van de mooiste stations van Nederland. Bij deze glijbaanstoeltjesfilm gaan we naar Den Haag Centraal. Beste reizigers, het volgende station is Den fucking Haag Centraal. Iedereen eruit. Aangekomen op Den Haag Centraal. Op deze perrons vertrok vroeger de Randstadrail en daarvoor de Zoetermeer Stadslijn. Tegenwoordig zijn de trams die hierboven vertrekken. Kijk, een heerlijk comfortabele ICM op de Intercity naar Groningen. En we gaan opgehokt in deze trein naar Schiphol Airport. Schiphol Airport, mooie aanzending op de Intercity direct naar Amsterdam Centraal. Tracks! Met deze fancy witte hoofdsteuntjes straks gaan we naar Amsterdam Centraal. Ik snap in principe heel erg veel, maar dat deze paarse spermavlek hier op dit raam snap ik niet dat helemaal Thanos hierover klaargekomen ofzo. Vaag. Aangekomen op Damsco. Kijk, ideaal. Recht voor het avondeten. Tijd voor het avondeten hier dus. Lekkere dunnebox met alleen vlees. Die groentes die verpesten dat helemaal. Waarom zou je geen vlees eten of alleen groenten? Dan heb je toch gewoon geen leven? Holy shit, echt goddelijk kippenvlees dit. Zoals je wellicht merkt ben ik nou niet bepaald vegan. Duitse trein heen, Duitse trein terug. We gaan zo meteen met de Berlijnen terug naar Hengelo heen. Nou ja, Berlijnen. Zijn grote werkzaamheden in Duitsland, dus hij gaat vanaf Rijnen niet naar links richting Ossenbroek, maar naar rechts en stopt hij in Münster en heeft hij als eindbestemming Ham. Ja. Daar zit ik dan opgehokt in de meest comfortabele trein die Nederland rijk is. Deze trein gaan we nemen tot een Hengelo en er zit een oude betrouwbare 1700 lok voor. Zo, ik ben weer aangekomen in Hengelo. Hengelo, oh, oh. Vanaf hier resteert er nog een ritje van 2 minuten met de Blauwnet stoptrein. En we zijn weer aangekomen op station Hengelo Oost. Die blauwe turquoise Eurobaan vleetjes hier rijden. Dan wil ik gewoon echt weer heel graag de Duitsland heen. Kut corona! Weet je waar je nou echt een tyfushekel aan hebt?
Dit is met de wijde lens op nog, hè? Mensen hun auto zo dicht op. Hallo, ik ben 2 meter. Hoeveel... fuck you. Met je Fiat 500 als je dochtertje naar de voetbalclub brengen. Hier sluit ik deze video af. Dankjewel voor het kijken. Blauw duimpje omhoog. Achterlaat als je het een leuke video vond. Ik vond het zeker een leuke dag vandaag. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Dan zal ik dat vaker de deur uit kan om mijn gedachten te verzetten. Want in quarantaine zijn... Ja, dat niet noodzakelijk reizen, dat is een advies, hè. Dat mag je ook niks op uitdoen. En het is puur noodzakelijk voor mijn mentale gezondheid, die anders wordt een knettertje gek. Tot de volgende keer, later en addict.